Een heerlijk trippeltje. Ja. Als er een baby geboren wordt, eten we beschuit met muisjes. En zo zijn er nog veel meer tradities en gebruiken rondom de geboorte. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Dat zie je in Museum De Vier Kwartieren in Oorschot. Deze tentoonstelling met als titel Met de kromme arm gaat over gebruiken rond geboorte. Met de kromme arm komt van de gewoonte om met een mand vooral versterkend voedsel voor de jonge moeder te komen brengen. Nou, de tradities die je hier tegen kunt komen zijn onder andere het brengen van de baby met de ooievaar. Waar komt dat vandaan? En waarom eten we beschuit met muisjes en waar komt dat vandaan? Beide tradities zijn afkomstig van ons koningshuis. Iets wat heel veel mensen niet weten. Maar de ooievaar heeft zijn intrede gedaan bij de komst van prinses Juliana. En de beschuit met muisjes die zijn door de firma De Ruiter geïntroduceerd bij de geboorte van prinses Beatrix. Het is voor iedereen. Het is natuurlijk wel zo dat ouderen, en met name vrouwen, het bijzonder prettig vinden als een nostalgische beleving. Dingen die zij nog herkennen heel vaak. Maar ook voor jongeren is het natuurlijk heel leuk om te weten hoe het er vroeger aan toe ging. En te beseffen dat het toch wel het een en ander veranderd is.